Welkom bij deze presentatie over groeimanagement aan de Hogeschool PXL. Groeimanagement is een afstudierichting van de opleiding Agro- en Biotechnologie. Deze opleiding wordt gegeven aan het departement PXL Green & Tech en dat op de universitaire campus te Diepenbeek. Ik ben Tony Reemans, ik ben hoofd van de opleiding. U ziet me hier rechts op de foto. Namens mezelf en de collega's lectoren stel ik jullie graag onze opleiding voor. Ik ga me in deze toelichting richten op de richting groeimanagement. Voor een kadering van het departement Green & Tech en van de Hogeschool PXL in het algemeen verwijs ik u graag naar de andere betreffende filmpjes. De opleiding Agro- en Biotechnologie is een driejarige professionele bacheloropleiding en wordt ingericht aan 5 hogescholen in Vlaanderen. Hogeschoolopleidingen zijn gericht op het werkveld, dus na 3 jaar studeren kan je aan de slag. Dat is anders bij academische bacheloropleidingen die aan universiteiten ingericht worden. Deze zijn in hoofdzaak bedoeld als voorbereiding op een masterprogramma. Je kan ook een masterprogramma volgen na het behalen van je professionele bachelordiploma, maar dan eerst na het volgen van een schakelprogramma dat je verder voorbereidt op dat masterprogramma. Op het einde van de presentatie kom ik op deze mogelijkheid nog terug. De opleiding Agro- en Biotechnologie kent 7 afstudeerrichtingen, namelijk biotechnologie, groeimanagement, voedingstechnologie, agro-industrie, landbouw, tuinbouw en dierenzorg. De Hogeschool PXL biedt voor de opleiding Agro- en Biotechnologie de afstudeerrichting Groenmanagement en Biotechnologie aan. Omdat het werkveld voor groenmanagement en biotechnologie zodanig verschilt, hebben we bij PXL de keuze gemaakt om de studenten van beide afstudeerrichtingen vanaf het eerste lesmoment apart te zetten in aparte lesgroepen, ook voor de basiswetenschappen. Bij zowel biotechnologie als groenmanagement bijvoorbeeld komt plantkunde en dierkunde voor als leerstof, maar de specifieke topics en de context zijn in beide richtingen anders. Er wordt meteen gericht in functie van de nodige kennis met relevantie voor de latere beroepssector. Waarover gaat het bij groenmanagement? Wel, ben je geboeid door de natuur of door het groen in jouw gemeente en in steden? Ben je geïnteresseerd in planten en dieren, dan is deze opleiding zeker iets voor jou. Binnen de afstudeerrichting groenmanagement leer je het groen om je heen beheren en ontwikkel je een technische, kritische blik voor zowel de groene ruimte in stedelijke omgeving als voor natuur- en bosgebieden. Natuurbehoud, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, natuur en openbaar groen met waarde voor planten, dieren en mensen. Dat zijn allemaal thema's die wereldwijd aandacht krijgen. Wij moeten de capaciteit en expertise ontwikkelen voor onszelf en voor de wereld. En daar hebben we bij groenmanagement de kans voor. Dus groenmanagement lijkt een van de meest uitdagende en boeiende studierichtingen met vele toekomstkansen. Groenmanagers zijn immers oplossingsgericht, bijvoorbeeld wat betreft klimaatadaptatie en natuurbehoud of natuurherstel, en dat op een duurzame manier. Onze afgestudeerden kunnen snel aan de slag in de groensector, bijvoorbeeld als groendeskundige bij overheidsinstellingen of groendiensten van steden en gemeenten, of in natuureducatie, of als onderzoeksmedewerker, groenconsulent, ploegleider of projectcoördinator, calculator en zo verder. Ook als technisch-commercieel verantwoordelijke of productiemedewerker in de sector behoort tot de mogelijkheden en een aantal start zijn eigen kleine bedrijfje in de groensector zelf. We hebben nauw contact met onze afgestudeerden en van 80% daarvan weten we welke job ze momenteel uitvoeren en binnen welk bedrijf. Dit is een variatie van jobs en een variatie van bedrijven. En, opvallend, slechts 5% was op het ogenblik van de analyse werkzoekend of tussen 2 jobs in. Ik denk dat we mogen besluiten dat het de werkstellingskansen hoog zijn en het type van jobs gevarieerd. Hier zie je een overzicht van de bedrijven en de aard van de bedrijven waar de groenmanagers terechtkomen. Enerzijds kunnen dat studie- en adviesbureaus zijn, zoals Microeffect en EcoFirst. Anderzijds kan dat zijn bij onderzoeksinstellingen aan de universiteit of zoals KU Leuven, Universiteit Antwerpen, of bij PXL Bioresearch, onze eigen onderzoeksexpertisecel, die onderzoek doet naar biodiversiteit, naar de bescherming van bedreigde diersoorten in België, of naar groendaken, toepassingen van groendaken, of naar de bestrijding van invasieve exoten. Verder heb je ook de sociale economie. Je hebt bedrijven actief in de groensector, zoals de aannemers Krinkels van Vlierde, Dolmans Landscaping. Je hebt overheid, zoals Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij. Of je kan ook aan de slag als groenambtenaar bij een gemeente of stad.
Verder heb je nog de verenigingen voor natuur en openbaar groen en voor educatie. Nu hebben jullie al een beeld van het beroepenveld en dan ga ik even verder toelichten hoe dat we dat beroepenveld bereiken met onze opleiding. In eerste instantie is het belangrijk te vermelden dat we sterk interageren met de beroepssector. Bij het samenstellen en aanpassen van het studieprogramma consulteren wij professionals en bedrijfsleiders in de groensector. En het doel daarvan is om de professionals die wij opleiden af te leveren met kennis, vaardigheden en soft skills die relevant zijn voor de beroepssector. En daardoor kunnen wij een sterk praktijk- en beroepsgerichte opleiding aanbieden. In het diagram dat de werkvormen die we in de opleiding hanteren aanduidt, kunnen we inderdaad zien dat, globaal genomen over de driejarige studie, meer dan de helft van de contactmomenten bestaat uit praktijken, in het groen aangeduid, projecten in het geel aangeduid en stage in het bruin. Dus een combinatie van die drie maakt meer dan de helft van de contactmomenten uit. De lectoren coachen daarbij het toepassen van de kennis en de vaardigheden in een context die een reflectie is van het latere beroepsleven. En in de andere helft van de contactmomenten, in het blauw aangeduid, namelijk hoorcolleges en werkcolleges, wordt het nodige theoretische kennis aangeleverd en ingeoefend, maar ook daar steeds met de nodige link naar de beroepspraktijk. Gemiddeld zijn er een 17 à 20 contacturen per week. En daarbuiten verwachten we nog studieuren, bijvoorbeeld voor het maken van opdrachten, voor voorbereidingen, voor naverwerkingen, voor verslaggeving, zodanig dat men een 40 tot 50 uur per week met de studie bezig is. Bij de contactmomenten zijn er ook verschillende groepsgroottes. Om een zo optimale groepsgrootte en om een zo optimale begeleiding te voorzien. Projectgroepen bestaan uit 3 tot 5 studenten, begeleid door één projectcoach. Praktijken bestaan uit een 15-tal studenten of minder. Werkcolleges een 20-tal studenten. En hoorcolleges worden in voltallige groep van groenmanagers gegeven. En dat is dan een 40 tot 50-tal studenten, afhankelijk natuurlijk van het aantal inschrijvingen in dat academiejaar. Het pedagogisch concept van de opleiding, en trouwens ook van de Hogeschool PXL in het algemeen, dat steunt op drie pijlers, namelijk het is authentiek, studentgecentreerd en het biedt maximale ontwikkelingskansen. Authentiek wil zeggen dat we kennis en vaardigheden vanaf de eerste dag opbouwen met zoveel mogelijk voorbeelden en context uit de beroepssector. En dat om relevantie te geven aan hetgeen er geleerd wordt. De student staat centraal in het leerproces. Wij bieden een leerpad aan dat een combinatie is van contactonderwijs en van opdrachtgestuurd leren. De lectoren zijn dan coach van dat leerproces dat door studenten zelf in handen genomen wordt en studenten worden begeleid naar een groeiende zelfstandigheid. Maximale ontwikkelingskansen bieden wij aan door de leermiddelen aan te bieden in een online leeromgeving. Dat wil zeggen, leerpaden en leermaterialen zitten alle tijden raadpleegbaar op de laptop en bevatten onder andere cursusteksten, praktijkopdrachten, links naar online leerplatformen, links naar informatiekanalen en informatieve filmpjes en zo verder. Tijdens de contactmomenten dan krijgen de studenten uitleg over nieuwe concepten en kennis en krijgen ze kwaliteitsvolle feedback op de voorbereidingen en op de opdrachten. Authenticiteit is een centraal gegeven in de opleiding en vandaar dat ik nog enkele concrete voorbeelden aanhaal van hoe we dit bereiken. Kennisontwikkeling gebeurt aan de hand van authentieke voorbeelden uit het latere werkveld en ondersteund door bedrijfsbezoeken, door excursies en door de specifieke expertise van gastsprekers uit de sector. Vaardigheden die worden tijdens praktijklessen op zo'n manier aangeleerd, zoals ze later ook in het beroepsleven toegepast worden. Praktijklessen worden ingericht met authentieke opdrachten, met materiaal en apparatuur, zodat het een reflectie is van het beroepsleven. We investeren daarvoor jaarlijks in nieuwe apparatuur, hebben werkingsmiddelen ter beschikking om materialen te kopen die ook in het bedrijfsleven of in onderzoeksinstellingen gebruikt worden. We hebben dus state-of-the-art materiaal en werkruimte ter beschikking, maar we kunnen als school niet alles kopen en ter beschikking hebben en vandaar zoeken we ook interactie met onderzoeksgroepen zoals PXL Bioresearch, met onderzoekscentra van de Universiteit Hasselt en met bedrijven voor stages en werkplekleren. De uitvoering van projecten vindt plaats in co-creatie en in samenwerking met werkveldpartners. Bedrijven of onderzoeksgroepen hebben een concrete vraagstelling en een projectgroep gaat dan met die vraagstelling aan de slag om tot een oplossing te komen. En dan hebben we nog de stageperiodes bij bedrijven, 4 weken in het tweede jaar en een volledig semester in het derde jaar.
Die vindt ook plaats bij bedrijven, overheidsinstellingen of onderzoeksinstellingen van ons netwerk. We bekijken het programma even in wat meer detail vanaf het eerste jaar. Je ziet een indeling in thematische blokken. Vier thematische blokken van 8 à 9 weken. Elk blok wordt afgerond met een examenweek, waarna pas het volgende blok gestart wordt. Elk blok heeft 15 studiepunten en bestaat uit een aantal vakken. Het aantal studiepunten van een vak duidt de relatieve zwaarte van een vak aan en een volledig jaarprogramma bestaat uit 60 studiepunten. Elk blok start met een probleemstelling of onderzoeksvraag die het thema kadert. En in dat kader wordt dan de nodige basiskennis en vaardigheden aangeleverd, ingeoefend en getest. Dat gebeurt dan in de basisvakken zoals introductie tot wetenschappelijk werk, plant en bodem, plant en dier, populatiedynamica en evolutie, landschap, ecologie en milieu. En daarnaast bevat elk blok ook een veldstudie, een case of project, waarin de kennis en vaardigheden onmiddellijk toegepast en verder eigen gemaakt worden in die authentieke opdracht. Dus die opdracht die draait rond een realistische onderzoeksvraag of probleemstelling uit de groensector waarmee elk blok gestart wordt. En die dus door studenten onderzocht wordt, verwerkt wordt en gerapporteerd wordt. In blok 3 is er met project Landschap een eerste eenvoudig project dat vooral gericht is op het aanleren van het proces van werken in projecten. En dat aan de hand van een landschapsstudie. De nodige communicatieve en wetenschappelijke vaardigheden worden in introductie tot wetenschappelijk werk aangebracht en verder in project en verslaggeving toegepast. Het gaat over Word, Excel, PowerPoint, de Mendeley Reference Manager voor bibliografische referenties en dat allemaal als ondersteuning voor verslaggeving, vergadertechnieken, basisonderzoek, dataverwerking en presentatie. Naast vakinhoudelijke kennis zijn er ook leerlijnen die over de vakken en jaren heen lopen. Communicatieve vaardigheden werden al aangehaald. Verder is er persoonlijke ontwikkeling die in elk project opgevolgd wordt. En dat onder andere aan de hand van ondernemende attitudes. Plantenkennis wordt opgebouwd in elk blok en die opbouw zal lopen over de 3 jaren heen. En verder is er een leerlijn rond onderzoeksvaardigheden, internationaal en intercultureel handelen en rond duurzaamheid. Op het einde van het eerste jaar heeft de student dan de nodige kennis en vaardigheden voor een grondige studie en inventarisatie van de groene omgeving. En die dient dan als basis om in het tweede jaar zich te gaan focussen op de... Even terug naar het tweede jaar dus. Om zich op het tweede jaar te focussen op de ontwikkeling van een visie voor de inrichting en beheer van een groene omgeving. Dus een visie voor de ontwikkeling en beheer voor een waardevolle groene omgeving voor planten, dieren en mensen. Er wordt dan verder uitgediept richting de toepassingen in de groensector. Dus ontwikkeling en beheer van openbaar groen en natuurgebieden. En dat volgens een visie die rekening houdt met ecosysteemdiensten, met biodiversiteit, met aandacht voor groenbeleid, het wetgevend kader en economische aspecten. En dat in de vakken bijvoorbeeld groenbeleid en management en ondernemen. Er is ook aandacht voor het gebruik van machines en veiligheidsaspecten rond het gebruik van die machines. Het project van het tweede jaar is het vak beheerplan en dat loopt over een heel academiejaar. Volgens een authentieke opdracht wordt daar een natuurbeheerplan opgesteld en dat volgens de richtlijnen van het agentschap Natuur en Bos. En hierbij wordt dan kennis uit de thematische blokken geïntegreerd toegepast. In een internationale uitwisselingsweek met studenten uit Nederland en Noorwegen komen internationale competenties aan bod, met als thema specifieke eigenschappen van de natuur en openbare groei in de verschillende landen. In een eerste werkveldverkennende stage wordt er gedurende een hele week kennis gemaakt met verschillende bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties in het werkveld van de groeimanager. Verder brengen we onze studenten ook in contact met oud-studenten. En die oud-studenten komen vertellen over hun huidige job in een netwerkavond. En zo krijgen dan onze huidige studenten zicht op beroepsprofielen en mogelijkheden in de sector. Aan de hand van al die informatie kiest een student dan 1 stagebedrijf uit ons netwerk waar hij of zij dan 4 weken meewerkt in een doe-stage. En dat vindt dan plaats op het einde van het tweede jaar. Om te solliciteren bij dat stagebedrijf voor de doe-stage wordt ook geoefend op het maken van een sollicitatiebrief, het maken van een cv,
Oefenen ze een jobinterview en maken ze een LinkedIn-profiel aan. In het derde jaar is er dan een verdere individuele professionalisering tot de groeimanager. Daar zijn er ook mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Er is echter ook een klein gemeenschappelijk programma dat bestaat uit onderzoek, sociaal management en global engagement. In het opleidingsonderdeel Global Engagement, dat loopt van traject 7.1 tot 3, daar werkt de student aan een portfolio door deelname aan activiteiten of lezingen rond de thema's duurzaamheid, internationalisering, door het tonen van maatschappelijk engagement en activiteiten en door het doen van activiteiten rond levenslang leren. En ook volgt de student zijn persoonlijke ontwikkeling op tijdens elk project. Zo volgt de student zijn of haar groei naar zelfstandigheid op en wordt er in het derde jaar een eindreflectie gemaakt over sterktes en uitdagingen. En zodanig kunnen dan studenten met de nodige zelfkennis sterk in de schoenen staan om naar het werkveld te gaan en te solliciteren. In het opleidingsonderdeel Sociaal Management komt sociaal recht en arbeidsrecht aan bod, als ook leidinggevende aspecten, wat belangrijk is aangezien onze groeimanagers ook kleine ploegen van werknemers moeten kunnen aansturen. Dan is er een keuzepakket van 15 studiepunten. Het keuzepakket van 15 studiepunten, daarin wordt de kloof met het werkveld verder gedicht. Men speelt hier met casussen en opdrachten in op wat actueel in het werkveld, in de groensector, aan de hand is. Het keuzepakket bestaat uit opleidingsonderdelen die worden aangeboden in onze opleiding zelf, namelijk boombeheer, duurzame groene steden, vaardigheden in geografische informatiesystemen, plattelandsontwikkeling, praktijk groenbeheer, natuur- en bosbeheer en wildlife management. Een student kiest daar 4 of 5 van deze vakken uit en kan dan eventueel ook nog een extern keuzevak volgen, bijvoorbeeld bij universiteit of als online module. En zo eigenlijk zelf zijn programma verder vormgeven volgens zijn eigen interesses. Dan is er ook nog een keuzeproject. Het keuzeproject draait rond onderzoek of sociaal management. In het keuzeproject onderzoek wordt een probleemstelling onderzoekmatig aangepakt. En anderzijds kan een student ook voor keuzeproject sociaal management kiezen, waarbij eerder team- en organisatiegerichte vraagstellingen aangepakt worden. Het projectonderwijs, dat sluit aan op de visie van projectonderwijs van de Hogeschool PXL, wordt gekenmerkt door een opbouw en sterke vaardigheden in communicatie en projectmanagement en door co-creatie met het werkveld en met authentieke opdrachten en door een sterke senior-junior relatie tussen lector en studenten. Het projectonderwijs is gericht op het opzoeken en toepassen van kennis en de ontwikkeling en toepassing van vaardigheden en attitudes. En het product van het project is dan het resultaat dat tot stand komt door het proces van het samenwerken en het toepassen van de soft skills door de verschillende leden van de projectgroepen. En zo worden dan eigenlijk in projectwerking opgebouwd van het eerste tot het derde jaar met steeds grotere projectopdrachten, waarbij de student steeds meer zelfstandig handelt en functioneert in team en in steeds complexer wordende projecten. En zo bereidt projectwerking de studenten dan voor op de stage- en bachelorproef, die tijdens het volledige tweede semester loopt. En het eindwerk, de zogenaamde bachelorproef, bestaat uit een reële opdracht in het werkveld, waarbij de student dus de projectmatige en technische kennis en vaardigheden op zelfstandige wijze kan gaan toepassen binnen het team waar hij terechtkomt. En zodanig is dan die beginnende professional daarna dadelijk inzetbaar op de arbeidsmarkt. Voor stage en bachelorproof hebben we een netwerk van bedrijven en overheidsinstellingen en onderzoeksinstellingen waar onze studenten aan de slag kunnen. Het gebeurt ook regelmatig dat de stageplaats na het afstuderen de eerste werkplaats van de student wordt. Ik laat nu ter illustratie een klein aantal voorbeelden zien van stageplaatsen met bijhorende onderwerpen van bachelorproof. Wiel die onderzocht de verspreiding van de bever in de Deilevallei en dat voor het Instituut van Natuur- en Bosonderzoek. Tim hielp mee aan de vertaling van onderzoek van onze onderzoeksgroep PXL Bioresearch van boominventarisaties en ecosysteemdiensten en dat naar toepassingen in de stad Genk.
Lisa interesseerde zich bij het Centrum Duurzaam Groen in een draaiboek voor duurzaam openbaar groen met onder andere aandacht voor bloemrijke graslanden en klimaatbomen. Meedenken en werken dus aan groene oplossingen en een duurzame toekomst. We hebben ook groenbedrijven en groenaannemers in ons netwerk waar studenten terecht kunnen voor stage. Brecht komt terecht bij Dolmans Landscaping Group. En je hebt ook de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld Nadine die daar stage en bachelorproef in het buitenland. Maar we hebben in Zuid-Afrika in dit geval. We hebben ook een netwerk van partners in het buitenland. En we hebben ook studenten die naar Noorwegen, Duitsland, Roemenië, Brazilië en zo verder trekken voor een half jaar. Voor sommige stageplaatsen is dat mogelijk met een Erasmusbeurs. En na het afronden van de opleiding gaan onze beginnende professionals dan aan de slag. En dan laat ik jullie graag ook nog een aantal voorbeelden zien van werkplaatsen of van jobs die onze studenten of onze afgestudeerden op dit moment invullen. Via de link op onze website kan je een meer uitgebreid overzicht van getuigenissen zien. Een aantal afgestudeerden komt als groenambtenaar terecht op de groendienst van een stad of gemeente, zoals Janne in Houtale-Hellegteren. Ze werken daarmee aan de ontwikkeling en onderhoud van groen, onder andere via het opstellen van bestekken voor groenonderhoud, het behandelen van meldingen en klachten rond groen, het beheer van de GIS-databank, uitwerken van groenprojecten enzovoort. Davy die werkt bij een groenaannemer, bij groenaannemer Kinkels, en daar staat hij in voor het organiseren, coördineren en controleren van de werken bij aanleg en onderhoud van de buitenomgeving. En dan moet hij ploegen van groenarbeiders aansturen en onderhoudt hij klantenrelaties en diverse administratieve zaken. En zijn job is eigenlijk een afwisseling tussen de buiten- en het bureauwerk. Ook Hanne werkt bij een groenbedrijf en is daar calculator bij Groenbedrijf van Vlierde. Daarbij maakt ze prijsoffertes en volgt ze de aanbestedingen en de werven en uitvoer op. Karim die werkt in een studie- en adviesbureau als consultant voor het opmaken van natuurbeheerplannen. In zijn functie komt hij ook met veel partijen in aanraking, zoals overheidsdiensten, natuurverenigingen, bewoners, landbouwers en zo verder. Een groenmanager die kan door een dialoog te gaan de prioriteiten van al deze partijen inschatten. Dan heb je toch een beeld al van een aantal interessante jobs die in de groensector aanwezig zijn en waar onze studenten eigenlijk een rol in spelen. Natuurlijk kan je ook verder studeren, dus hoewel een groot aantal van onze afgestudeerden het werkveld instroomt, zie je dat in het groene kadertje heb je de professioneel gericht Bachelor Agro- en Biotechnologie, dus afstudeerrichting groenmanagement. En via een schakelprogramma kan je dan doorstromen naar een academische master. Wat kan je verder studeren naar groenmanagement? Een voorbeeld is Master in de Biowetenschappen, Land- en Tuinbouw, met als afstudeerrichting Natuur en Milieu, en dat is aan de KU Leuven. Dan heb je Master in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Antwerpen, of Master in de Biologie. Dus voor al deze masters moet er eerst een tussenprogramma of een schakelprogramma gevolgd worden van 1 tot 1,5 jaar, meestal 1,5 jaar. Zonder schakelprogramma is ook een mogelijkheid. We hebben een samenwerking of een goed contact met de Universiteit in Noorwegen en met de Universiteit in Wageningen. En daar kan je de Master in Applied Ecology gaan volgen of de Master in Forest and Nature Conservation. Een aantal studenten van de afgelopen jaren zijn al in deze masters met succes ingestroomd. Los van de masters kan je ook nog een lerarenopleiding volgen en dat bij PXL Education Lab. Zo, dat was een kort een kennismaking met de opleiding of de afstudeerrichting groenmanagement. Je ziet hier rechts mijn e-mailadres, dus geen reden om nog met een vraag te blijven zitten. Dus zoek je nog het antwoord op een vraag, stel ze gewoon. Ik of een collega antwoorden op je vraag. En als het nodig is, dan bellen we of skypen we even. Op de Facebookpagina van de opleiding kan je alvast heel wat sfeer opsnuiven. Er staan namelijk regelmatig posts over activiteiten van studenten, interessante zaken uit de sector, maar ook vacatures van de bedrijven uit ons netwerk. Op de website staan links naar meer uitgebreide informatie en filmpjes om een nog beter beeld van de opleiding te krijgen.
Ik zie u graag in real life en tot ziens, tot later.